Yes, de zomer is weer van start gegaan en daar hoort natuurlijk de sale bij. Waar moet je zijn? Wat is er te vinden in de sale? En wat vinden de mensen ervan? Ik ben vandaag in Rotterdam en ga een kijkje nemen in Alexandrium. Hallo dames. Hallo. Zijn jullie lekker aan het shoppen samen? Oh, gezellig. De zusjes op stap. Ja. Gaan jullie vaker naar Rotterdam Alexandrium ook? Ja, heel veel. Heel vaak. Ja? Voor de koopjes. Van shoppen krijg je natuurlijk honger en daarom ga ik even een hapje eten bij een van de hotspots van Alexandrium, namelijk Acme Cuisine. Smakelijk eten! Nou, ik zit hier naast Monique van der Rijden. Zeg ik dat goed? Ja, helemaal prima. Helemaal goed. Dit is een woonmal. Je hebt heel veel verschillende woonartikelen dus. Ja. 55 winkels, zei je al. Wat is er allemaal precies in de sale en hoe moet ik me dat voorstellen hier? Nou, eigenlijk in deze periode is heel veel in de sale. Dus vanaf 10 tot 30 tot 50 tot soms wel 70% korting. Jeetje. Op echt hele coole artikelen. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of het is hier. Alles voor je huis. Is hier in de sale. Het zijn de woorden die je moet volgen. Heb je al iets gekocht in de sale? Laat me zien wat je gekocht hebt. Oh, wat mooi! Ja. Ja, laat even zien. Kijk eens, dat is een wekkertje eigenlijk. Hoef je alleen nog maar in het water te gooien. Dat is allemaal naast. Wat raad je de mensen aan die nog nooit in Alexandrium geweest zijn? Langskomen, rondlopen. Het is gewoon gezellig, heel warm en bedekt, als het koud is. Dus jullie zijn wel tevreden over Rotterdam Alexandrium? Gewoon een keer kijken. Ja, gewoon een keer kijken, gewoon een keer de regio. Kijken wat er gaat. Zaterdag gezellig hier zo. Ja. Jongens, waar moet iedereen naartoe komen? Alexandrium! Ik heb genoeg gezien en beleefd hier in Alexandrium. Van woonwinkels tot sieradenwinkels tot kledingwinkels. Ze zijn van alle markten thuis. Daarnaast kan je ook nog eens een lekker hapje eten. Het is zeker de moeite waard om hier langs te komen. Helemaal tijdens de sale. Dus ik zou zeggen, tot snel in Alexandrium.